Vijf schietpartijen in een maand, twee doden en een burgemeester die moest onderduiken. De wietteelt in Brabant trekt zware criminelen aan. Maar wat wil je? Een kilo wiet brengt grof geld op. Ruim 3500 euro in de groothandel. En dat is een stuk meer dan een kilo ecstasypillen. De wietteelt floreert in Brabant. We weten wel dat uh, van de kwekerijen die in Nederland elk jaar opgerold worden. Eh, bijna een derde deel in Brabant en Limburg wordt, eh, wordt gevonden. Dus dat is eigenlijk eh, disproportioneel veel. Eh, maar ja, hoeveel kwekerijen en welke omvang de wietelt in Brabant heeft, daar eh, kunnen we eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Het blijft gissen naar de exacte omvang, maar we deden een simpele rekensom en kwamen op gigantische bedragen. We hebben even geteld: er zijn 42 koffieshops in Brabant. Stel, die verkopen per dag een kilo. Dan hebben ze per jaar al 16.000 kilo nodig. En met een kiloprijs van ruim 3500 euro gaat het dus om een omzet van zo'n 54 miljoen. Alleen al voor de Brabantse coffeeshops. Uiteraard, Nederland is natuurlijk in Noordwest-Europa wel een marktplaats voor, uh, voor drugskopers. Dat blijkt ook wel uit eerdere cijfers van stroombedrijven. Op basis van de geschatte hoeveelheid gestolen stroom zouden hennep-telers in Brabant en Limburg zo'n half miljoen kilo wiet per jaar produceren. En dat is een omzet van ruim 1,7 miljard euro. En die miljarden laten de criminelen zich niet zomaar ontnemen. Hebben politie en justitie grip op die wietteelt? Eh, ze hebben de afgelopen jaren natuurlijk wel een aantal grotere opsporingsonderzoeken gedraaid. Maar eh, ja, wietteelt is ondertussen dusdanig eh, omvangrijk en dusdanig belangrijk geworden voor de georganiseerde misdaadsector in het zuiden van het land. Uh, dat je ja, toch wel kunt concluderen dat er relatief weinig aan gedaan is.